Hoi, welkom bij een nieuwe video. Ben je niet liever de mol? Nee, dat is een goede vraag. Subscribe to YouTube channel en doe je best op de mol. Palingworst! Je vraagt dit zo om 9:30 ochtends. Want Kim doet het natuurlijk hartstikke leuk. Hoi, welkom bij een nieuwe video en in deze video ga ik eindelijk een keertje bakken. Ik heb het zo lang niet meer gedaan en ik had gewoon even zin om het weer te doen. En vandaag gaan we iets super speciaals doen, want ik heb dit doosje opgestuurd gekregen. En als je hem open doet, dan zie je dus eigenlijk alleen maar een kaartje van Koopmans. Doe de geur- en smaaktest en er zit kaneel en een ander soort plantje in. En hieronder zit dan het bakpakket. En ik heb hem dus nog niet opengemaakt. Ik weet niet of wat het is. Of het cakejes, koekjes, gewoon een cake is. Dus ik heb geen idee. Het is gewoon een soort cadeautje ook voor mij. Dus laten we deze openmaken. Oké. En het is kruidencake. Oeh, Oud-Hollandse kruidencake. Ziet er super lekker uit. Nou, ik weet ook niet wat je er allemaal van me doen, dus ik ga nog even goed de achterkant lezen en dan gaan we zo beginnen aan de kruidencake. Nou, voordat we gaan beginnen aan de Koopmans kruidencake, ik heb inmiddels al de 200.000 views gehaald, superveel natuurlijk. En we zijn bijna bij de 1000 abonnees, dus ik vraag jullie om allemaal op die rode abonneerknop te drukken. Want als wij die 1000 abonnees zijn, dan ga ik natuurlijk iets bijzonders voor jullie doen. Dat blijft nog een verrassing, wat? Dus laten we weer verder gaan met het bakken. Nou, wat heb je nodig? Natuurlijk het Koopmanspak. Je hebt nog 75 gram roomboter of margarine nodig. 3 eitjes en 100 milliliter water. Nou, als eerst moeten we natuurlijk de oven voorverwarmen. En ik heb een hete luchtoven, dus ik moet hem voorverwarmen op 150 graden. Dus laten we hem even aanzetten. 150, start. En nu gaan we beginnen met het mix. Nou, de oven staat voor verwarmen en ik ging even verder lezen op het pak. En hier zo staat, vette cakevorm in met boter en bestuif de binnenkant met bloem of gebruikt bakspray van Dotke Oetker. En dat is volgens mij niet van de 75 gram boter die je nodig hebt, want dat is bij de volgende stap moet je dat gebruiken. Dus je hebt een beetje extra nodig en natuurlijk bloem extra. Nou, ik heb de boter even gesmolten en die ga ik nu even met een kwastje mooi verdelen. Zo. En nu een beetje verven als het ware. Zo, alles is goed ingevet. En nu nog een beetje bloem, zodat het niet straks aan de vorm blijft plakken. Gaan we nu het bloem erbij doen. Zelf vind ik dat altijd een beetje geklieder. Maar dat is leuk, hè? Zo, en nu is hij goed ingevet. Nou, jullie hebben net gezien dat ik er lekker een kliederboel van kan maken. Maar het blik is dus goed ingevet en nu mag deze dus even aan de kant. Hoppatee, en nu gaan we alles mixen. Nou, natuurlijk het grote moment. We gaan het pak openmaken. Ik ga hem wel een beetje netjes openmaken, want ik heb deze cake dus ook nog niet eerder gemaakt. Dus ik moet natuurlijk wel de achterkant een beetje netjes houden. Oké, die heb ik wel zo nodig, dus die maak ik zo wel weer. Het ziet er echt heel mooi uit. Het is één pak. Het ruikt echt lekker. Echt naar Zaanse gevoel krijg ik er meteen bij. En dit zat ook in het doosje. Dit is kaneel en een ander soort plantjeachtig. En dit ruikt hetzelfde als het bloem. Dus ik denk dat het in het beslag zit. Dus ik hoop het. En uiteindelijk ga ik natuurlijk kijken of het een beetje hetzelfde smaakt. Dus deze hebben we nu nog even niet nodig. We beginnen met de 75 gram boter even luchtig te kloppen met de mixer. Nou, we gaan nu even de boter luchtig kloppen en dat doen we met de garde. Dus deze gooi ik even in de kom. Hoppatee, dat was in één keer goed. En deze ga ik nu lekker luchtig kloppen en ja, dan gaan we verder. Ik denk dat het zo ongeveer wel goed is. Dan gaan we verder kijken. Wat moeten we nu doen? De cake mix, water en de eieren toevoegen. In één keer. Dus nou, dat komt goed. Deze ga ik even openknippen. Hoppatee. Oh, dit ziet er zo lekker en mooi uit. Oh, het ruikt zo lekker. Een soort ontbijtkoek of zo ruikt het naar. Ik weet niet waarom.
Oké, okay, ik wil niet dat alles vies wordt, dus. Oeh. Oké, okay, dat heb ik nog vrij netjes gedaan voor mijn gevoel. Het water gaan we eraan toevoegen. Het ruikt zo lekker hier zo. Oh, niks ernaast natuurlijk. En de 3 eitjes. Moet ik ze natuurlijk niet verkeerd doen. En de schilletjes doe ik even hier zo in, want die wil je natuurlijk niet in je cake. Hoppatee. Mijn handen zitten wel onder. En nummer 3. Zo. Ik ga even mijn handen wassen, want ja, met ei op je handen, dat mixt niet zo lekker. En dan gaan we dit allemaal door elkaar heen mixen. En het ziet er echt vet lekker uit. Dus, daar gaat ie. En misschien zie je het niet zo goed, maar onderin de randjes, daar blijft altijd nog wat meel zitten, stiekemers. En die moet je goed meenemen, net zoals aan de bovenkant. Ja, 2 minuten luchtig kloppen. Oh, de bak gaat er vandoor. Dus dat ga ik even doen. Nou, om te checken of je alles goed door elkaar hebt gemixt, is het handig om een doorzichtige kom te hebben, zoals ik heb. Want daardoor kan je aan de onderkant dus zien of je goed hebt gemixt. En zoals je ziet, er zit nog allemaal boter, dus ik moet nog even doormixen. Oké, okay, ik denk dat het nu wel luchtig genoeg is. Dus nu komt het grote moment. We gaan de beslag in de cakevorm doen. Dus super blij. Ik haal het meer en mijn grootste deel er even af. Dan kan ik deze even wegleggen. Hoppatee. Deze kan ook aan de kant. En nu? Het grote moment. Ik vind dat altijd zo satisfying uitzien. Oké, okay, daar gaat het. Woe. Oké, okay, het gaat een beetje slow. Oh my god. Zo mooi. En verdeel het meteen goed over alle kanten. Zodat je straks minder hoeft te doen, zeg maar. Nou, al het beslag zit in de cakevorm, zoals je ziet. En je kan het nu nog een beetje uitspreiden met de likker. Maar je kan ook een beetje schudden. Dat hangt ervan af hoe deeg is. Ik vind het meestal fijn om zo een beetje zelf controle erover te hebben. En nu kan je nog een beetje zo doen. Zo wiebelen. En dan gaat het ook mooi de hoekjes in, zoals je ziet. En deze moet nu voor 60 minuten in de oven. Dus ik ga hem nu in de oven zetten. Hij moet op 150 graden in het midden van de oven, dus. Auw, dat is heet. Oh, dat is echt heel heet. Zo. En die moet een uurtje. Dus. Dat duurt nog even voordat we daar zijn. 1 uur op 150 graden. Hete luchtoven. Start. En nu wachten. Nou, hij is bijna klaar. Nou ja. De cake is klaar. Ik heb nog niet gekeken. Ik ben heel benieuwd. Wow, wat is hij hoog. Oh my god. Oké, okay, ik pak even wat handschoenen. Zodat ik hem eruit kan halen. En dan moet hij even afkoelen. Wow. Hij is heel mooi. Oh, dit ruikt ook zo lekker. Ik zet hem snel op de keuken. En deze moet nu even 10 minuutjes ongeveer afkoelen. Want nu is hij natuurlijk nog super heet. Je hoort hem helemaal knisperen. Nou, de 10 minuten zijn voorbij. Hij is een beetje afgekoeld. Hij is nog wel een beetje warm, maar dat hoort erbij. En dit ziet er zo lekker grappig uit. En zoals je ziet, de randjes, daar zit hij al goed los. Dus dan krijgen we hem lekker snel eruit. Komt waarschijnlijk door het invetten. Dus hij is nog wel een beetje warm, maar ik ga hem heel snel opdraaien op dit plaatje. Want dan kan ik hem in stukjes snijden. Oh, dit is warm. Oeh. Hoppatee. Even weer omdraaien, want staat hij wat mooier. Hij ziet er echt super lekker uit. Hij is mooi geworden. Je ziet niet zo heel veel resten van de boter. Nu gaan we hem natuurlijk in een stukje snijden, want ik wil natuurlijk ook proeven. Dus ik denk dat ik gewoon aan het midden ga, want dan kan je hem uiteindelijk weer bij elkaar zetten. Waarschijnlijk ga ik een beetje schuin, maar hey, niemand is perfect. Hij is nog wel een beetje warm. Dus ik ga deze eruit halen.
En meteen op een schoteltje leggen. Oh, kijk eens hoe mooi hij eruit ziet. Het ziet er echt heel lekker uit. Nou, ik ga natuurlijk ook een stukje proeven. Dus, geen vorkje, helemaal niks. Doe lekker zo, hap in één keer. Hij is wel een beetje slap, maar dat komt natuurlijk omdat hij nog warm is. Het is echt een soort cake-achtig. Ik vind dat hij echt al heel mooi gelukt is. Nu nog proeven. Heek. Vertaling, hij is nog een beetje heet. Voor de rest is het echt gewoon een cake. En wat je heel erg lekker terugproeft is de kaneel. Vind ik tenminste. Ik vind het ook lekker, want hier aan de bovenkant is hij wat harder. Dat maakt hem echt super lekker. En ze hadden dus gevraagd, kijk een beetje of je deze producten er terug in kan vinden. Dat is kaneel, anijs en kruidnagel. En de kaneel proef ik er echt uit. En ja, kruidnagel heb ik nog nooit gegeten, dus ik weet ook niet hoe het smaakt. En de anijs ken ik van anijshagel en dat proef je ook wel een beetje terug. Ik vind hem in ieder geval lekker. Lekker luchtig is hij ook. Dus vonden jullie het een leuke video? Ik vond het echt een heerlijk cakeje. En natuurlijk superleuk om dit te maken. Doe natuurlijk zoveel mogelijk duimpjes omhoog. Abonneer op het kanaal. En zet natuurlijk een verder leuke reactie onder de video. En zie ik jullie in de volgende video weer. Doeg!